Oh, lieve mensen, dit is Lumeria met een uitlegfilmpje. En ik heb hier, jullie zien dat niet, maar ik heb hier echt een bijzonder publiek. Mijn twee katten, ik zit in huis en mijn twee katten vinden dit echt heel bijzonder. Ik moet dus een beetje om mijn kabeltjes denken. Katten willen graag kabeltjes doorbijten, want er zit een visolie in die kabeltjes en dat ruikt lekker. Kwamen wij achter na heel veel kabeltjes die stuk gebeten waren. Goed, ik heb een aantal uitlegfilmpjes wat ik aan jullie wil gaan presenteren. Misschien is dan ook wel zo'n hele neutrale achtergrond fijn. Dit eerste filmpje gaat over Nesara Gesara. Wat is dat toch? Vorig jaar heb ik daar een aantal filmpjes over gemaakt. Die kan je zien, maar ik dacht het is misschien ook wel leuk om even een heel kort filmpje hierover te maken. Dan ga ik even een share screen doen. Even kijken, dan gaan we daarheen. Als je Nesara intoetst op DuckDuckGo, dan zou je heel goed nieuwe informatie kunnen vinden. En nu gaan we even kijken, hier staat heel veel informatie op. En ik wou even met jullie de afkorting doornemen. Even kijken waar die ook is. Oh, hier. A Global Economic Security and Reformation Act. En Nesara. Wat dan, hè? Nesara is de National voor Amerika. En hier zie je ook heel mooi de drie volgende items moeten meteen worden voltooid. Daar zijn ze gewoon nu mee bezig met de voltooiing om het globally klaar te maken voor een Nesara-Gesara. Implementatie van Gesara als universeel constitutioneel kader voor mondiaal bestuur in alle 209 soevereine naties volgens de ondertekende overeenkomst van Parijs in 2015 in zaken klimaatverandering. Te beginnen met de herstelde Republiek van de Verenigde Staten. Massale menselijke onthulling van het niet-humanoïde buitenaardse leven dat bestaat op het oppervlakte van deze planeet en in ons gedeelde sterrenstelsel. Maar wat betekent dat nou voor jou en mij? Dat is belangrijk. Wat betekent het voor jou en voor mij? Eigenlijk betekent het het volgende. Dat wij vrij van schulden komen, dat is wat wij gaan voelen. Dat wij in een rechtsstaat komen te wonen. Dat is ook heel belangrijk. En dat de hiërarchie weer wordt hersteld op de aarde. Dat iedereen toegang heeft tot gezond eten, goede medische voorzieningen, goede medicatie, zonder al die duizenden euro's en fraude. Dat mensen niet meer slachtoffer zijn van mensenhandel. En dat wij vrij kunnen leven hier op deze planeet. Zonder overheersing van één familie. Even de wijze aan mijn zoon, die komt net thuis, dat ik een filmpje aan het maken ben. Dus het is gewoon belangrijk dat wij weten wat Nesara Gesara is. En ja, ik weet het, het zal al jaren. Maar jongens, 209 landen en er komen nog een aantal landen bij. Dat is best wel een hele berg. Dus het is een enorme, enorme klus om ervoor te zorgen dat alle landen op de wereld, tenminste 209 landen, niet alle landen doen mee. Maar dat het grootste gedeelte van de landen meegaan in deze Reformation Act. Want het economische stelsel is tot een einde gekomen. En dat kunnen wij ook merken. De afgelopen 300 jaar hebben wij in dit systeem hebben wij geleefd en gewerkt. En dit systeem, dat weet iedereen, is eindig. En wij zitten aan het einde van dit systeem, mede doordat begin vorige eeuw de goudstandaard is losgekoppeld van het geld. En we zitten in een fiat systeem, een goedkeuringssysteem. Ik heb een 10 euro briefje en nou, ik zeg dat 10 euro is. Maar er zit niet een goudklompje aan vast wat ook 10 euro is. En daar gaan we weer naar terug. Dat is waarom er zoveel chaos is op deze aarde. Omdat alles hersteld moet worden.
Het gestolen goud moet uit Oekraïne gehaald worden. Ja. Ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen leven is ook belangrijk dat die biomedische fabrieken, biochemische fabrieken in Oekraïne tot stilstand worden gebracht. Dus dit is onderdeel van een heel patroon. Dit gaat niet van vandaag op morgen, maar we komen steeds dichter bij de tijd dat de Gesara echt afgeroepen wordt. En afgeroepen betekent dan ook echt dat wij vrij kunnen zijn van financiële lasten. En dat wij niet meer als slaven hoeven te werken. Het betekent ook dat wij in een gezondheidssituatie komen, waardoor wij verplicht worden gezond te eten. Dat betekent niet dat we allemaal vegetariër worden. Maar dat betekent wel dat we vrij van pakjes en zakjes en chemische toevoegingen kunnen. Het eerste wat verboden wordt zal frisdrank bijvoorbeeld zijn. Zeker de light producten. De zoetjes. Als je van zoetjes houdt, zou ik maar gaan inslaan. Die zijn er straks niet meer te krijgen. Want dat is het grootste kankerverwekkende stofje wat je kan krijgen. Ja, staat een groen vinkje op. Kauwgom ook. Dus er zullen niet meer menselijke onderdelen in medische voorzieningen komen. Dus als je inentingen hebt, dan wordt dan niet meer een onderdeeltje van een feutale basis gebruikt. Nee, dat verzin ik niet. Kan je gewoon in de bijsluiter nakijken. Staat er gewoon in. En zo is cola ook het eerste, zeker van een Pepsi, die verdwijnt. Als vegetariër zou ik dat maar niet gaan drinken. En dan heb ik het niet over dierlijke dingen. Ja, dus wij gaan naar een hele andere wereld. Want als wij anders moeten gaan koken, als wij geen chemische producten meer in ons voedsel krijgen waar wij ziek van worden, dan moeten heel veel mensen opnieuw leren koken. Heel veel mensen kennen dat ook al. Dus het is zaak dat we met elkaar gaan leren hoe wij in deze nieuwe situatie leren koken, leren onderwijzen en leren werken. Met ons allen. We gaan naar een wereld toe die veel mooier en beter is. Maar ja, we moeten nog wel een berg over. Hou vertrouwen, het komt goed en wij gaan naar een positieve wereld. Dit is een uitlegfilmpje van Lumeria. Op mijn kanaal vind je nog veel meer uitgebreidere filmpjes over Nesara Gesara. Die heb ik vorig jaar in 2021 gemaakt. Die kan je allemaal nog even nakijken, want die zijn heel actueel. Onder belangrijke filmpjes. Ik heb bijna wel 1000 filmpjes op mijn YouTube kanaal. Maar dan kan je even naar playlist en dan doe je belangrijkste filmpjes en dan kom je ze allemaal tegen. Vindt het filmpje leuk of niet leuk? Je kan hem delen en je kan een abonnement doen op mijn YouTube kanaal. Dat is gratis. Je kan ook VIP-lid worden. Kost €4,99 en dan krijg je extra voordelen. Volg mij op Telegram, op mijn kanaal, mijn wereldse gebeurtenisgroep of de VIP-groep. Krijg je nog meer leuke filmpjes. Dag lieve mensen, wees gerust, komt allemaal goed.